Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Super Mario Maker. Of niet eigenlijk Let's Play, Let's Create. Ik ben er weer, Zelda Player 20, terug met een nieuwe video. Gebruik de Wii U Gamepad. Dat doen we zo, want ik heb al gezegd maar tot ik de code ga invoeren. Want wij hebben weer 3 levels van Erik W. binnengekregen op dit moment. Gisteren hebben wij, of de vorige aflevering, hebben wij Mr. Tendo gedaan. Die heeft geweldige levels gemaakt. Echt complimenten daarvoor. En dan gaan we dus naar de levels van Erik W. Nou, de levels waar ik zeg maar heel erg blij mee ben, is dat ze een beetje passen in het oorspronkelijke Mario level. Mogen wel een beetje uitdagend zijn, dus een beetje challenging, zoals je dus Obstacle Course hebt gezien. Obstacle Course, moet ik heel eerlijk zeggen, die zou ik niet in een oorspronkelijke Mario game zien. Dus dat is een beetje, ja, het was mijn eerste level, ik had niet echt veel resources, maar goed, buiten dat. Dus, laten we eens heel even gaan kijken wat Erik W. voor me heeft. Ik doe de levelcode even invoeren en ik zie jullie in een seconde. Oké, Erik, we hebben deze dus wel kunnen vinden. Er zijn succespercentage van 2,4. Oh boy, en het is oude klassieke Mario-stijl, dus we pakken weer onze oude gouden controller erbij. En ik ben nieuwsgierig, laten we maar gaan kijken. Level of disappointment. Dat weet ik nog net niet of het disappointment zou zijn. Oké, we beginnen met een troll. We beginnen met een tweede troll. Ik denk dat dit betekent waarom dat het level of disappointment is. Omdat je verheugt eigenlijk een beetje jezelf op een power-up. Maar je krijgt dus helemaal niks. Ik kan heel even met de blokjes hiernaast kijken. Maar volgens mij is dit dus zeg maar eentje zonder power-ups. Dus ik raak geen ene vraagtekenblok meer aan. Ik bedoel, dat Damn. Maar dat leer je mij dus zeg maar nou in dit level. Jij leert mij in dit level van... level of disappointment, het levelnaam zegt het eigenlijk al. In de eerste 3 vraagtekenblokken zat helemaal niks, dus je wil dan... Je wil dan niet, zeg maar, het risico nemen om een andere vraagteken open te gooien. Oké, challenging. Prima. Dit wordt leuk, dit wordt leuk. Het zie ik als een uitdaging. Oh, hoe ben ik daar niet dood gegaan? Nou weet ik dat daar een plantje komt. En die Goomba die komt heel erg gevaarlijk dichtbij. Oké, oh boy. Ah, verdurie! Haha, ik ben er overheen. Oké, nou weet ik zeker dat daar nog... Ja hoor. Dus we zouden hier one-ups kunnen farmen als het een actueel level was. Maar ik zie dit, hier zie je het nog steeds, hè? Nog steeds. Alle vraagtekenblokken die je raakt. Oké, nou, en hier naar beneden. En volgens mij, daar dacht ik al. Oh, jij. Oké, hier komen we. Oh boy. Ah, ik was net te laat. Oh, 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 oh. Daar! Oké. Okay. Ho, snuitjes. Go! Goed zo! Geef me de leven! Geef me de leven! Die hebben we wel verdiend. Oké, okay, nou, er zit daar nog een gemeene sprong. Oké, okay, dan weer hier. Ik spring gewoon naar hem toe. Beetje tricky-dicky platforming. Ik wist dat er daar zo niet 6 in hebben gegooid. Ik weet niet of je dat oorspronkelijk de skinny mushroom in hebt gegooid. Maar ja, ik heb hem nu opgepakt om een level gewoon te halen. Behoorlijk uitdagend. Ik zou dit level eigenlijk een beetje denken bij de Lost Levels eigenlijk. Dus ja, hij was voorspelbaar, dat wel. Want je hebt ook duidelijk neergezet dat het een level of disappointment is. Dus alle vraagtekenblokken zullen natuurlijk wel iets slechts bevatten. Ik geef je sowieso een ster. Ik vond hem hartstikke leuk. Hij was zeker uitdagend. Ik ben zelf een paar keer gefaald. Maar op het moment dat ik hem door had, haalde ik hem meteen. Dus Oké, uitdagend maar leuk. Ik ga naar je tweede level. Underground Madness in New Super Mario Bros. Stijl. En je hebt wel 2 reacties erop. 5 sterren en een haalprocent van 7%. Deze is meer haalbaar. Oké, ik ben benieuwd. Laten we erin duiken. Underground Madness van Erik W. Laten we eens kijken. Oké, we beginnen gelijk met een Goomba. En... Hé, hey, kijk! Een paddenstoel in een... Oké, hij kan dus ook gewoon... Oké, zet er hier iets in?
Ja, daar zit het in. Daar trappen wij geen tweede keer in. Zit daar iets in? Oh. Oké. Als hij een vuurbal spuugt, dan gaan wij die kant op. Volgens mij zit er boven ook eentje vuur te spugen. Oh, ik haat die vuurbalspugers. Oh, dat gaan wij niet doen, hè. Alles wat offscreen gebeurt, blijft offscreen. Mooi. Anders zou ik die vuurbal ook tegen me aan krijgen. Er zit hier een power-up in, want het is best wel een tricky jump. Nee, oké. Okay. Dan hebben we hier. Oh, toch weer een paddenstoel. Dus hij is wel vriendelijk. Hij wil wel dat je het level haalt. Dat is aardig. Oké, okay, nou, kun je alsjeblieft. Oh boy. Dat was niet slim, want nu zit ik met twee van die dingen te kijken. Oké, okay, nou, ik ben er al uit. Jij terug naar binnen. Nou, ik zou hier eigenlijk gewoon overheen kunnen spinjumpen, maar laten we gewoon ons geduld bewaren. En hier gewoon heel rustig en voorzichtig aan doorheen slaan. Aangezien dat. Oh. Oh, die dingen die freaken me helemaal uit. Oké, Oh. Nee. Nee, nee. Hoe heb ik het overleefd? Oh boy. Het nadeel is, je moet echt heel erg goed. Oh wacht, ik kan hem zo gewoon neerzetten. Oh, die zag ik op de. Oh, ik wil hier niet falen. Ik ga hier ook niet falen. Oké, okay, even die spijnjes weghalen. Ik bedoel, één zo'n ding is makkelijk te ontwijken. Oh, troll. Oh, die is gemeen. Oké, ik ga nou gewoon snel. In één keer gehaald. Oh, heel interessant level. Hè? Dit is eigenlijk een beetje het tegenovergestelde als wat je in je eerste level had gedaan. Je eerste level is echt van blijf van die vraagtekeningen vanaf. En deze is gewoon echt van nee, je krijgt wel power-up, maar op het moment dat je een power-up nodig hebt, jammer joh, ik zet er een trommel op in. Dus heel erg leuk. Ik geef je weer een ster, jongen. En ik denk dat jij gewoon ik ga gewoon beginnen met een approval of Zelda Player 20. En dat is mijn Zelda Player 20 krabbel te geven natuurlijk. Op zo'n manier krijg jij dus zeg maar de hele leuke ZP20 streep. Dus ja, gewoon krabbel. Gewoon soort. Oké, Levi, we hebben jouw level gevonden. Nul hebben dit level gehaald. Swim or die. Oh nee. Ik haat swimming levels. Oké. Oh. Ik haat waterlevels. Waarom doe je me dit aan? Oh mijn god. Oh jeez. Yes, net gehaald. Oké, door. Kom op. Gewoon doorgaan. I can do this. Wachten. Ik heb elke seconde nodig. Als het maar geen choice is. Jawel. Maar dit haal ik nou nooit. Dit haal ik niet. Waarom moet je er van die booby traps in gooien? Oh, zeker met waterlevels. No fun. Ik haat waterlevels. Oké, onderste pad. Kom op. Oh, dit gaat zo langzaam. Go. Oké. Dan moeten we hier naar boven. Kom op. Middelste pad. Daar zien we de volgende ster al. Oké. Wij volgen hier gewoon de weg. Oh boy. Ik ben heel erg aan het concentreren, jongens. Sorry voor mijn oude commentaar dat hij zo stil is. Oké. Zo te zien moeten we daar naar beneden toe. Oh boy. Is hier genoeg tijd voor?
Oh, er is genoeg tijd voor. Oké. Nou, dit gaat voor eeuwig door. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Oh boy, die zit helemaal daaronder. Oh nee. Er zit ook geen opening in die levens, dat is een booby trap. Met houd mijn leven! Ik dacht dat het een booby trap was, maar dat is het dus niet. Oh. De patronen van die sterren die zijn een beetje... Ja, dat moet je fixen. Oh, nou ja, het moet niet, maar... Het is nog steeds haalbaar, denk ik. Ik ga gewoon naar beneden. Screw it. Halen we dat nog? Kom op. Dat is het einde, kom op. Oh. Ik ben niet de eerste die jouw level gehaald heeft. Daar. Oh, Levi. Wat een level. Oh, jeez. Wat een level. Nou, mijn beoordeling, het is een leuk concept, dat zeker. Iets te lang. En weinig variatie er eigenlijk in. Dus ik ben er heel eerlijk in. Sowieso ben ik al geen liever van waterlevels. Maar ik heb de eer gehad om hem als eerste te mogen halen. Tenminste, ik dacht dat het de eerste was, dat weet ik niet zeker. Maar goed, ik geef jou dus zeg maar de approval stempel van Zelda Player 20, zoals jullie dat nou hebben gezien. Mijn Zelda Player, wat is dat dan? Een lazy approval stempel? Ik weet het jongens, ik doe ook maar wat. Dus tijd weer voor mijn eigen level. En aangezien dat we nou best wel wat challenging levels hebben gehad, ik heb zelf ook een enorme challenging level gemaakt. En die wil ik jullie dus zeg maar echt met jullie delen. En dit is waar dat de oorspronkelijke opname is gecrashed. Zoals ik al had gepost op Facebook. Maar goed, dat wil niet zeggen dat we natuurlijk niet ons eigen level gaan doen. Zoals ik al zei, Facecam die zal er dan helaas in bij zijn, maar dat maakt niet echt zoveel uit. Dit is Bowser's True Airship. Een echte challenging. Zoals je kunt zien is hij nog door niemand gehaald. Maar hij is te doen. En er zitten genoeg secrets in om hem ook gewoon te halen. Dus ik neem jullie gewoon mee bij mijn eigen level. En laten we maar hopen dat ik hem gewoon de eerste keer kan halen. Want zelfs ik heb er nog moeite mee. Omdat hij is een echte uitdaging. Nou, het is in Mario 3 stijl. Je hebt natuurlijk de Airship Team. Je begint gelijk met een mushroom. Ik denk, zou ik eens aardig wezen. Aangezien dat ik in het begin niet echt een... Vriendelijke start had gemaakt met de opstokkoppers. Daaronder wil je niet komen, want ik wil hier eigenlijk leren van secrets zijn the way to go. De reden waarom is, het spel zit er vol mee. En het is haalbaar zonder... Zo, voice crack. Het is haalbaar zonder de secrets. Hier zit er ook eentje. Makkelijk tegen de hammerbro's. Maar het is dus zeg maar wel te doen zonder de secrets. Maar ja, ze kunnen het level een stuk makkelijker maken. En ze zijn niet echt heel erg moeilijk verborgen. Het is niet zo van... Je moet het maar weten, zoals dat we weten bij de Legend of Zelda 2. Nou, dat blok daar wil je vanaf blijven. Daar zit een grote kamek in. Hier zit de vuurbloem in. Beetje decoratie hier. En dit is eigenlijk nog maar het zoetsappige. Dit is het makkelijke stuk ervan. Dus, en als je dat trouwens... dat hadden we daar net gezien. Er stond er een pijl naar beneden toen, net iets eerder. En als je daar naar boven toe gaat, ja, dan heb je een heel groot probleem. Dan denk je bij jaren van, oh god, dit kan ik wel gaan halen. En dan, nee, dat kun je niet halen. En dat stuk wat we net hadden met de change-up en die firebar, ja, dat vond ik eigenlijk best wel een creatief iets. En oh, hier zit namelijk een secret weer op zo'nzelfde locatie. Tot je dus zeg maar het bovenpak wil nemen. Dan krijg je hier ding-dong. Blijft leuk. Nou, hier zit dus een muntje. Dat geeft aan tot er een leven zit. Maar omdat dit de tweede secret is, dacht ik dat het obvious zou zijn. Tot hier ook een secret zou zitten. En de meesten die hebben dat niet gedaan. Of die hebben dat niet doorgehad. Dus ik dacht bij mijn eigen van, nou ja, dan zal ik het maar neerzetten met een Miiverse pose. Van, hé hey jongens, het wordt aangeraden om hier te springen. Nou, mocht je hier dus zeg maar komen zonder power-ups, dan zit hier ook nog eens een keer een mushroom. Zorg ervoor dat je niet in de gap valt, want val je in de gap, kom je er nooit meer uit. Ja, ik kan er wel een dead gap maken, maar ik vond dat niet echt zo leuk. En dat is zo Soul Crushing. Nou, je hebt hier dus zeg maar een moment dat je dus zeg maar nou in het echte Bowser Airship terechtkomt. En hier is het dus de bedoeling om dus over te spinnen naar de overkant. En ja, hier staat geschreven, just... Do it! Ik moest die reference ook gewoon een keertje maken. Just do it. Just okay, do it! Gaan we hier de saw blades over. En dan was hier eigenlijk... Oh ja, hier hebben we Holy Light.
Als je hier springt, krijg je een paddenstoel. Spring je hier, krijg je een one-up. Hartstikke leuk. En dan was het dus eigenlijk de bedoeling dat je hier dus zeg maar je schoen kwijt zou raken. Maar omdat ik deze deco liever later pas heb ingevoegd en meerdere secrets, is het dus mogelijk om hier binnen te komen met schoen. Dus hartstikke handig. Hier heb je nog een paddenstoel, mocht je hem nodig hebben. Ik ga munchen. En dit stuk hier, hier wil je eigenlijk zo snel mogelijk voorbij komen. Want er zitten dus zeg maar een paar piranha planten. Hier zit de secret bij de warpipe die daarboven zit. Kun je gelijk tegen me door naar beneden toe gaan. Is nog niet het einde van het level, want ik ben gemeen. Nou, wat je dus hier wil doen is... hier heb ik wat boost neergeplaatst. Een beetje obstacle. Dat je dus zeg maar wel een beetje een uitdaging hebt op het moment dat je hier dus langs gaat komen. En heb je de schoen nog? Dan ben je heel erg goed. Want dan kun je namelijk die spookjes kun je dan zeg maar overleven. En ik ben echt heel dom op dit moment. Ik ben echt heel dom aan het spelen. Kijk naar de timer. Oh boy, hier kom ik nou nooit meer leven doorheen. Nou ja, daar heb ik in ieder geval de mushroom voor. Dat we dus zeg maar een hit hier kunnen nemen. Snel de mushroom kunnen pakken. En dus zeg maar toch nog groot hier doorheen kunnen komen. Dus. Nou is het de vraag. Haal ik het moeilijkste stuk nog? Want er zit daar een vuurbal. Hier zit ook nog een vuurbal. Want hier hebben we een deur. En dan komen we dus zeg maar bij het elevator gebeuren. Ik sprong te laat. En nou wordt het heel erg moeilijk. Het is te halen. Met veel pijn en moeite. Als ik nou maar nog hoe ben ik daar niet geraakt? 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 Oké, het gaat goed. En het gaat niet goed. Nou ja, iemand is al zo ver gekomen. Dat is een voordeel. Maar goed, ik zie jullie terug bij dat stuk. Want anders wordt het wel heel lang, want het is een heel lang level. Kijk, dit stuk bedoelde ik dus eigenlijk met pijltje naar beneden. Ga hier niet naar boven toe, want dat overleef je niet. Tenzij dat je een pijnlijke dood wil sterven. En oh boy, ik heb mijn eigen hier gescrewd. Ik heb mijn eigen hier gescrewd. Toch niet. Skills for the wheels! Oh boy, eentje leeft er nog. Eentje leeft er nog. Eentje leeft er nog. Eentje leeft er nog. Pro skills! Ik zou knippen. Nee, knip dan gewoon. Zeep, knippen! Oké, poging 2. Ik heb nou nog steeds de leaf. Dus we hebben nou een beetje een hoover ability. En dat is heel erg gunstig op dit punt. Nou, hopelijk kan ik die piranha plan misschien dan dadelijk uitschakelen met een spin aanval. Zo, chain jump. Vuurbal. Chainsaw. Sprong. Oh, jongens, concentratie. Concentratie, we kunnen dit. Ik bedoel serieus, ik ben een creator. Oké. Mis. Oh boy. Nee, nou mis ik. Oh, snijkies. Nou ja, maakt niet uit. We kunnen dit. We kunnen dit. En dan moet ik hier omhoog. Dan kunnen we hier overheen springen. En dat was niet slim. Oké, we hebben het gehaald. We zijn nog steeds groot. Oeh. Oké. Concentratie. Jij gaat nou weg. Mooi, want de eerste drie blokjes waren veilig. Ja, ik weet het, want ik ben de creator. Yay. En hier wil ik boven blijven. Want er zit een heleboel... bullet bills daar op ons te wachten. En daar heb ik geen zin om eigenlijk kennis mee te maken. Dus wat je wil doen is je wil gewoon hier... dat ging me net goed. Je wil eigenlijk hier dus boven blijven. En dan wil je hier overspringen naar deze blauwe snelle lift. Zorg ervoor dat je wel stil blijft staan. Want je kunt hier heel makkelijk van afvallen. Soms moet je springen. Oh, nou hoop ik niet dat de vuurbal komt. Oké, goed zo. Oh, snijkies. Het gaat zo snel. Aha, snel grap. Oké, daar is die firebar. En daar krijgen we ons Bowser-stukje. Maakt niet uit dat ik geraakt ben. Oeh, dacht eventjes dat ik dat daar niet zou overleven. Nou, we hebben dus nog maar heel weinig tijd. Maar we kunnen dus zeg maar hier tegen Bowser vechten, mochten we dit willen. Dus. Oh, dat wel. Nee, screw it. Nee, nope. Doei, bekijk het met Bowser. Je bent niet verplicht. En dan kom je bij de warpipe uit bij het einde. En dan heb je een smiley face van gefeliciteerd. Jij hebt het moeilijkste level dat ZP, Zelda player, heeft gemaakt, gehaald. Dit level is enorm moeilijk, maar ik ga jou vragen. Shalabaf, zeg het ook nog eens een keertje als ik het zeg. Wees de eerste die dit level haalt. Wees de eerste. Do it! Dank je. Dus ja, zoals je ziet 0,0%. Het is
Hij is haalbaar. Er zijn verschillende manieren om het level te halen. Met Dekoliv, met schoen, zonder schoen. Zelfs als Small Mario zonder gehit te worden. Het is allemaal mogelijk. Dus ja, code die stond tijdens het level natuurlijk bovenin. Dus ik zou zeggen, probeer het uit. Morgen is het tijd voor de nieuwe Let's Play. Ik hoop jullie dan allemaal te zien. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Heb je nog leukste levels? Zet ze neer in de comments. Heb je leuke levels gemaakt? En ik hoop jullie natuurlijk allemaal te zien morgen. Ja, volgende week hardcore serie. Niet vergeten. Volgend weekend. Zaterdag gaat het beginnen. Hoop ik als ik de aflevering klaar ben. Als die klaar zijn. Dus bedankt voor het kijken, jongens. Doei!